Hoi, kijk weer naar een nieuwe video. Ik ben heel blij en vandaag hebben we Nivea Man, want ik wil graag op een man lijken. En daarom heb ik dit kwakspul van een man dat ik op mijn gezicht smeer. Dus smeer met me mee, lekker goed over de wangen en over mijn mond. Overal kwak, heerlijk. Helemaal van glimmen. Is heel gezond voor de huid, opent de poriën. Die dingen in je huid, die balletjes. Oh, ik heb ook een... Dat ging heel snel, ik had iets in mijn handen. En ik heb nog meer... Oh, ik heb ineens weer twee nieuwe dingen. Dat smeer ik gewoon allemaal erbij. Hier nog meer. Drie verschillende kleuren bij elkaar. En dan doe je hem in een watje. En dan krijg je hele mooie Indianenwangen. Zie je dat? Kun je zo naar Indianenland. En dan smeer je het overal op, want dan krijg je gewoon niet meer je eigen kleur. Kijk, dat is gewoon smink, is het gewoon alsof je elk moment naar een zwarte pietenfeest gaat. Of een bruine witte pietenfeest, wat voor feest dan ook. Wow, je bent gewoon een hele andere... Je bent nu goud, ben je nu. En je smeert nu, dit is voor je ogen, tuurlijk. Oh, voor je wallen bedoel ik. Want je hebt nog niet genoeg op je smoel. En daar heb je, oh dat is weer dat watje wat we... Oh nee, dat, hoe noem je dat? Foam, heet dat? Beauty Blender heet dat, hoor ik net. Dat smeer je dan er ook bij. Oh, ik ben heel blij, want ik heb een kwast. En dat kwast maak je helemaal nat. Alsof je zeg maar gaat plamuren en gaat verven. En dit is, oh nee, dit is voor de finishing touch, zodat het niet meer glimt, dat weet ik. En dat moet je ook doen. Dus heb je dit ook, deze kwast? De kwast is van Caries en dat potje is ook van Caries. Alles is van Caries wat ik heb. Kijk, nu heb ik nog een kleiner kwastje, want dan kan ik meer details aanbrengen op de wenkbrauw. Zie je wenkbrauwen? Ik snap het niet, wenkbrauwen. Tadaa! Ik ben blij met wenkbrauwen. Heb je ook wenkbrauwen? Smeer dan ook dit op. Weer dat foam, Beauty Blender. Doe ik nou ook op mijn wenkbrauwen. Zijn er ineens helemaal strak, zie je dat? Dat hoort zo. Oh ja, je moet wel even doordeppen. Deppen. Alleen maar deppen moet je nu. Grote kwast, kleine kwast, altijd deppen. Kijk, zie je deze kleur? Die smeer ik nu op mijn wang. Mijn oog. Op mijn oog, boven mijn oog. Dichtbij in mijn oog. Jezus, wat een close-up in één keer. Zonder waarschuwing gewoon ineens fucking dichtbij. Zie je deze mannen? Sexy. Wow, dat ging wel heel snel. Maar je kan hem op pauze zetten als je wil. En dan kun je die mannen nog een keer bekijken. En dan weet je welk kleurtje man ik gebruik. Kijk, dit is een beetje goud voor de finishing oogschaar. Kijk, daar heb je de mannen weer. Oh, dat ging wel heel snel weer. Deze was nog sneller, dames. Moet je nog iets sneller op pauze klikken. Maar dit is voor de glim en de glamour op de oog. Dat ziet er raar uit, joh. Zo dichtbij. Kijk, dit is totaal onscherp. Maar je zag het wel, denk ik. Mijn ogen zijn een beetje rood omdat ik zoveel spul bij mijn ogen doe. Dan worden ze helemaal rood, zie je dat? Helemaal rood. Kijk, dit nog meer glamour. Jezus, alsof je nog niet genoeg op je ogen had. Tering. Oh, we doen er gewoon nog meer bij, joh. Kan mij het schelen. Ik doe dit nooit, hè? Ik doe dit nooit, zegt ze. Maar toch maakt ze zich op en weet ze precies hoe dit moet. Deze look noem ik trouwens de funny look. Nee, ik zag het toevallig. De Christmas look. De funny. Kijk, ik heb. Oh shit, ik heb het zo op mijn wang. Haal het eraf. Ja, het is er al af. Je moet zo dicht mogelijk bij je ogen zitten, en zoveel mogelijk op je ogen doen. Want dan denken mensen dat je gewoon altijd wakker bent. Kijk, dit is van Caries. En dat doe je met je oogwimpers. En dan krijg je oogwimpers ineens. Dit vind ik altijd eigenlijk wel mooi, weet je dat? Dat je ineens wimpers hebt dan. Normaal heb je die ook, maar nu zie je ze gewoon beter. Waarom hebben we hier geen close-up van? We kunnen niet zien wat er gebeurt. Maar je moet maar gewoon meedoen. En kijk eens even. Ik ben blij. 1, 2. Aha, zag je dat? Klein lachje. Deze kleur. En dan deze kleur. Oh, zie, die moet je mixen, dat bedoel ik. En dan maak je een contouring. Maak je dan. Dan contour je en dan krijg je extra wangen. Niet extra wangen, dan krijg je mooiere wangen. Strakke wangen. Want elk meisje wil strak zijn. En dan moet je een beetje op spugen zo en dan een beetje op je voorhoofd. Lekker hoor. Misschien nog een keertje spugen? Nee? Ja, toch wel. Hoppakee. Ook op de andere voorhoofd. Je hebt twee voorhoofden, dat je ze nog niet wist. En dan spuug je nog mee. Oh mijn god, man. Ik weet niet wat ik nu doe. Oh ja, ik moet nog meer. Wanneer ben je klaar met dit? Het duurt zo lang. Je bent nu toch al lang klaar? Oh kijk, we hebben weer wat anders. Dit is een
geen idee wat het is. Blush. Een blush. En deze blush doen we erop om nog meer te contouren. Want ja, dat moet. Een Kiko zag ik staan. Prachtig. Dit doen we ook op de wang. Om nog meer te contouren, want dan komen de wangen heel sterk naar voren, dames. Dat is heel belangrijk. Heel nauwkeurig moet je dit doen. Ook op de neus, komt de neus naar voren. Net een neusoperatie gehad, maar moet weer naar voren komen. En dit is lippenstift. En dit mag heel erg zorgvuldig, hoeft niet. Oh, zie je? Ze zag het. Niet heel erg zorgvuldig, toch wel. Even onderlip, bovenlip, op elkaar. Nog één keer. Doe maar met me mee. Dit is water. Kijk, dat spuit je dan op je en dan word je lekker nat. Lekker nat. En dan door de haren heen. En dit is al bijna de finishing look. Even lachen. En dit is... Oh, dus nog meer parfum in je haar. What the fuck, parfum in je haar? Lekker. Hoppakee. Tada! Ik ben klaar. En ik ben blij. En het is lachen. Nou, doei. Oh, toch nog niet. Nou, nu wel. Nee. Nou, doei! Was dat al tijd? Oh mijn god.